Zeg voor de 26-7 jaar, dan heb je van de Donkey nog in daar. Dan bedanken naar de Vette Maas, Janiek van de Pijl. Van de Pijl die daar voorop gaat. Mooi gevolgd, Timo Wendel. Mooi tweede. Kijk daar, Renzo van Kampen krijgt nog mee op de derde plek. 4-17, sorry, Vette Maas. En Henrik van de Donkey staat op de rijtuig. Deze rijden de eerste vier rijden naar een halve finale. Race 21. De klas 6-7 jaar ook. Met Nolles aan die verdattel. Team van de Weken en Kijk Nolles, de Robin van de Pijl. Bij Team van de Weken en voorop, thuisbaan. Oh, mooi trekje daar. Waarbij Stijn van Holland op de doorsteek. De manier gedaan, maar een mooie actie gedaan. Deze vier rijdt ook de halve finale hier. 6-7 jaar is dikke tegenwoordig vandaag. De volgende race staat er weer aan het hek. Het jaar in de Haas, Stief van Helvoort. Glenn van Heurk, jaar in de laatste moment van Boksen. Maar binnen natuurlijk. We zijn lekker buiten vandaag. We zijn de bovenhand. Maar ondertussen 4-69. Lent van de Heuvel die daar voorop gaat. Mooi gevechtje tussen die twee. Die thuisbaan. Niks voor elkaar om te doen. Als hij dat maar ziet, dat is mooi. Race 23 nog steeds een superklas 6-7 jaar met een goal Laura Fasen. Yes. Jochem van Aardenbeek, Bob Smet, Tim van Doornen, Felix Otter, James Smet, Kok en Antoine Blanken. Smet die daar mooi rollen. Zal ongetwijfeld in actie komen. Ik zal hem ook derde plaatsje zien voor Annie Zooijen. Lijkt me aan van Blankens te zijn. Roos en Kok sluit het rijtje af. Superklasse 8-9 jaar ook. Hier is de vier rijden in de halve finale hier. Rick van Aan, Maaike Drent, Jordi Fase, Roy van Doorn, Koen de Wit en de Mos, Lars van Keulen. Roy van Doorn die er vandoor gaat. Maaike Drent volgt. Jordi Fase. En dan de vierde plaats loopt voor Menno Moors. Belangrijke vierde plaats als die vast zet. Natuurlijk nog twee mannetjes te gaan. Goed gedaan jongens. Superklasse 8-9 jaar nog een race met Nina Kool, Nick Brunner, Sven van Baan, Lars van der Hazen en die Jens Tom van Boksel, die krijgt Adriaanse. Sven van Baan die daar helemaal uit de hand komt. Neemt geen genoegen met die vierde plaats, kan nooit. Gaat absoluut nog voor die derde, kijken of hij nog een move kan maken. Laat 1, 2, 3 en 4 lijkt afgetekend hier. Wat Kielman de Boer van Kessel die daar plaats in de twee trekken. Superklasse 10-11. Race 29 op. Superklasse 10-11 jaar met Petter Duijssel. Klasse van de Brink die kwijt is om. Demi Jansen, Michael van Leijzen en Bart Adriaanse.
De Bart-Adriaan stelt voor opstaan. Rechtsbeen. Concurrentie al de eerste keer. Zelfs Michael Verleijsje is hem al voorbij. Christel van den Brink op dit moment is een vierde plaats. Belangrijk is naar die halve finale door te gaan. En die kwijt ook om die heeft nog maar 2 en 3 om dat een restje gaan zetten. Waarbij wij al naar race 30 zijn. Op 10, 11 jaar. De Roland Vertoon, Scott Timmerman, Evelien Munters, Maino Wagenman, Mark Heesappers natuurlijk en Achter Jacob. Afgesteken, 2, 4, 5 aan de Jacob. Krijgt er nog eens concurrentie. Ik denk uit dat het Maaien van Wagenman is. Ah, ondertussen is Roland Vertoon onderdoor gekomen. Gaat het waarschijnlijk mee. Deze vierde plaats gewonnen, maar heeft nog een kansje gemaakt. Nee, dat wordt toch, denk ik, een rijtje voor de jury. Want ja, dat is een rijtje voor de jury. Dat is spannend uit. De volgende regenbaan, Superklassenaal, denk ik, ja, van jullie rond van de baan op de kantje van de heuvel, Bob van Zandvoort, Henrik en Erik Boven. En die en Erik die gaan naar voren staan. Bob van Zandvoort in plaats 3. Kantje van de heuvel, plaats 4. Ook hier geen halve finale, maar de eerste 4 rijden naar de finale van die Erik. Met de superklasse 12, 13 jaar, de man is Alerik. Ik heb hem van dat is deze vrouw, Bort Koeman, Koen Dolfs op de nieuws. Koen Dolfs is die daar voorop tegen gaan, maar wordt hem onder door gestoken door... En nu is de stap op die vierde plaats staat. Week 33 met Matthijs van Oude, Hans van Wijk, Sander de Haas, Kees Lommers, Wesley van Bergen en Wesley van Benvoort.